Goeiedag, een kletsnatte dag in Nederland. Maar in het oosten duurde het best lang voordat de regen viel. In Gelderland kon men eventjes mooi voor de regen uit nog de grond injecteren. Maar op veel plaatsen was het toch al vrij snel dit beeld. Regenachtig weer. In totaal zal er zo'n 15 tot 20 mm water gevallen zijn als aan het eind van de avond de neerslagmeters gelezen worden. Het was ook een brede neerslagzone die over Nederland trok en trekt, want we zijn er nog niet vanaf. Pas in de loop van de avond wordt het echt wat droger in het westen. In het oosten duurt dat tot middernacht. En morgen zijn we ook niet van de neerslag af, hoor, want dan krult er alweer een nieuwe neerslagzone over Nederland. Met name in het midden en het zuiden van het land verwacht ik dan de meeste buien. Maar ook in het noorden zal het lang niet overal droog blijven. Vanavond dus de regen die geleidelijk aan naar het oosten wegtrekt. In het westen merken we dat het eerst en de temperatuur die ligt dan tussen 12 en 14 graden. Waait een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht vooral nog in het oosten eerst regen. Dat wordt ook wel even tijdelijk wat droger. Maar aan het eind van de nacht kunnen er alweer een aantal buien tot ontwikkeling komen. Door de bewolking blijft het wel zacht. Zo'n 11 of 12 graden wordt het minimaal. En morgen overdag ook wolkenvelden en dus buien. De meeste buien in de zuidelijke helft van het land. Er is ook kans op een klap onweer, zeker in de middag. En de temperatuur die ligt tussen 14 en 17 graden. En de wind die blijft uit het zuidwesten of westen waaien. Wanneer wordt het dan droog? Dat is de grote vraag. Nou, zoals er nu naar uitziet, vallen op donderdag en vrijdag nog steeds wel een paar buien. Temperatuur ligt dan tussen de 17 en 18 graden. De zon komt wel wat vaker tevoorschijn. En zaterdag, dat wordt dan een droge dag met temperaturen in de middag rond de 20 graden. Ook zondag op veel plaatsen droog. Met zonnige perioden wordt het dan opnieuw 20 graden. En als we dan ook nog eventjes naar de maandag kijken, dan zien we dat het dan ook overwegend droog weer zal zijn. Hoewel, een enkele bui blijft toch wel mogelijk. Nog fijne dag.